Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Undertale. Dit is het einde, de allerlaatste aflevering die ik ga maken over Undertale. In het begin hebben we 26 minuutjes de eindbaas verkort. Normaal is dat gevecht 6 uur, 7 uur bijna. Dat hele gevecht staat ook online als je dat wilt zien. Maar voor de mensen die dat niet willen zien, wat ik begrijp, er is hier een leuke verkorte versie in deze aflevering. Als je al 6 uur of 7 uur naar dat Sense Fight hebt gekeken, skip dan naar 26 minuten en dan zie je het einde van dit spel. En hartstikke bedankt alvast voor het kijken en dan zie ik jullie in de volgende video die ik maak. Doei doei! Hey ja! Oh wacht, jij bent hem. Hey. Ja, dit is jouw ding nu. You've been busy, huh? So, I've got a question for you. Do you think even the worst people can change? That everybody can be a good person, just if they just try? We komen dichterbij. Alright. Well, here's a better question. Do you want to have a bad time? So if you take another step forward, you're really not gonna like what happens next. Welp. Sorry, old lady. This is why I never make promises. It's a beautiful day. It's a beautiful day outside. The birds are singing. Flowers are blooming. On days like these, kids like you should be burning in hell. Okay. Holy shit. Wel! Ik ben blij dat jij deze hebt, jongen. God, pleuris. Volgens mij in het midden blijven, dat was de truc. What the fuck? In het midden blijven, jongen. Timmy, stay the turn. Wow, shit. In het midden blijven. Oh, shit. Well, you're fucked. Dus 15 keer iedereen of 200? 15 keer. 15 tries. Ja. Hey, yeah. You look frustrated about something. We died. I'm pretty good at my job, hè? Oh, that's interesting. It's a beautiful day outside. Birds are singing. Flowers are blooming. Days like these. Kids like you. Should be burning. Zij gooit je naar de grond en dan moet je naar midden. Oh, midden. Oh. Oh nee! Oké, dus shit. Oké, dan moet je goed onthouden. Zo. Well, ik pak een koekje bij. Wil je nog wat drinken, jongen? En een massage op je rug voor de komende 2 uur? Ik hoop dat dat gevecht is. Dat het daarbij blijft. Huh? Ik hoop dat dat gevecht is, dat het daarbij blijft. Ik denk het niet, jongen. Ik denk dat jij ook nog moet terugvechten, namelijk op een of andere manier. Daar is je water. Neem een slokkie. Ik pak er een koekje bij. Ik stel voor dat chat dat ook doet. Pak er wat popcorn bij, of kom over een half uur terug als we hem dood hebben. Hey, het salt komt wel te vroeg, hoor. Ja, veel te vroeg. Nog geen salt. Een experience. That expression. Oh, that expression. Of someone who died twice in a row. Suffice to say, you really look unsatisfied. Alright, how about we make a third? He's gonna have a bad time. He said that shit, man. Ja, aan het begin een Snowden al. Ja, you're gonna have a bad time. Oké, dus in het begin ben ik blauw. De zijkant, naar onder, ja. Huh? Always wondered why people never use their strongest attack first. Dat was een sterk aanval dus. Wacht, wat gebeurt er? Je helft gaat omlaag, je helft gaat omlaag! Oh mijn god, hij heeft poison dat je naar 1 helft brengt. Dus Item? Well,
Gooi er maar een steek in hoor. Pie? Nee, gooi er een steek in. Een steek? Een pie moet je nog bewaren. 60. What the fuck? Maar ik kan geen damage meer krijgen dan. You felt your sense growing in your back. Ik snap het niet. Ga ik weer naar 1. Noodles? Sure. Ik denk wel dat we noodles nog moesten bewaren. 19 health. Ik denk dat er nog iets komt. Oh. Ja, stilstaan, in hoofd. Je blijft altijd op 1 health, op een of andere manier. Ja. Het is je aanval, misschien... allemaal. Maar ik heb 1 health! Ja, maar je gaat nooit omlaag. Ik ben net dood gegaan. Maar je bent niet... Je werd net nog 2 keer geraakt. Probeer nog maar een keer. Probeer nu maar geraakt te worden. Miss. Hij duwt gewoon. What? You think I'm just going to stand there and take it? Oh, maar hij wordt zo... Oké, ik ben wel dood. Oké. Hoe overleef je dan? Hij wordt zo for wallbreaking dat hij gewoon alles gaat missen waarschijnlijk. Dat ik hem nooit ga raken. Nee. Wat? Oh. Nogmaals, ik pak er koekjes bij en vind het maar. Dit is jouw gevecht, jongen. Ik had Fizz Lady. Jij hebt een dik zak skeletje. Ja. Go. Ugh. That being said, de muziek houdt op! De muziek houdt op! Is het nu al? Being said, oké. Okay. You really like swinging that thing around, eh? Want al het eten heeft echt geholpen. Ja. Listen. 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 I know I didn't... I know you didn't answer me before, but... No, somewhere in there, I can feel it. There's a glimmer of a good person inside of you. The memory of someone who once wanted to do the right thing. Someone who, in more time, might have been even sounds a friend. Voice. Sounds voice, and it's true. Spare. Come on, buddy. Spare? You remember me? Please, if you're listening, let's forget all this, okay? Just lay down your weapon, and well, my job will be a lot easier. Sense a spare in you. Wait. Nee, wacht. Sam zegt spare. Maar het is een genocide run. Ja. We hebben de hele tijd iedereen vermoord. Waarom zouden we op het allerlaatste... Ja. We kunnen het toch resetten. Kill it with fire. Spare. Nou, iedereen wil dat je hem spare. Doe maar. Ja, duidelijk. Ja, doe maar. You're sparing me? Finally. Buddy. Pal. I know how hard it must be to make that choice. To go back on everything you worked. Ja, chat wil het! Kom op! I want you to know. I won't let it go to waste. Christ. Come here. Come on, pal. Now. Oh, oh, flickers. Get dunked on. Dat liedje. Get dunked on. Tammy Village. Oh nee, wacht, dit is... Het hondje. Hondje, ja. Het annoying dog. Get dunked on. Rest in peace. Get dunked on. Oh, if shit. We're really friends, you won't come back. Oké, zal ik het afsluiten? Gewoon spel af. Klaar. Gewoon klaar. Einde let's play. Ja, jongens. Dit is het einde. Dat was de genocide run. Dat was het, ja. Ik vind ons einde is best wel speciaal. Weet je, alle anderen die eindigt hier niet. Nee. Je kunt nog een keer. Oh. Zullen we nog een keer? Ik snap niet hoe de hele chat tegen ons kan zijn, zomaar opeens. Spare! Ik was zo ver, jongens! Hij heeft het helemaal overleefd, al die bullshit, en dan doen jullie dat.
That expression. That's the expression of someone who died 7 times in a row and got dunked on! Die is zo random. Kijk je? Ah ja. Zal ik hem een keer doen? Zullen we dat ook uit de weg hebben? Succes. Wat waren de knopjes ook alweer? We zetten de pijltjes. Oké, okay, dat is het einde. Ja. Van wat hij heeft gedaan. Dus als je meer dan 10 keer dood... Count for me, oké? Okay? Chat, hou bij. We'll start from 12. Maar ik ben pas 11 keer dood, toch? Of ben je al 12 hier? Dit wordt de 12e, daarom zegt hij start van 12. Oké, dat ging goed. Here we go. Dit is inderdaad echt zo moeilijk. Dan kun je ook even een goed gevoel over jezelf krijgen, laten we zeggen. Gewoon weer. And that's a restart. That's a restart for sure. Het is wel heel erg leuk. Ik ben vooral... Waarschijnlijk knip ik dat een beetje uit de livestream hoor. Dit lange gevecht. Ik denk nee, niet... laat het gewoon in. Maak er één hele episode van. Van alleen maar dit gevecht. Van twee niemand uur. Wil dat zien. Hoe? Ja, als ze het wel willen zien. En dan skippen ze gewoon. Ja. Okay. Doe gewoon één hele episode van Sandfight. Dat kan toch wel? Holy shit. Special attack. Holy shit. Wat doe je? Nee! Ah! Dat was zo goed! Ah, die aanval had je al kunnen hebben. Die had ik wel kunnen hebben. Die laatste, dat was gewoon meedraaien. Maar ik wist de snelheid niet. Nee. Dat was de laatste. Nee, ik ga pissen. Ik ga pissen. Succes, tot zo. Kut. Oké. Okay. Ga ik er vandoor misschien, want ik moet een bus pakken. En ik blijf nog even. En dan ga ik 3 uur in het openbaar vervoer een beetje huilen terwijl ik niet hier kan zijn. Dus you lucky bastards, ik hoop dat Rogier het haalt en dat je... Je kan al je data gebruiken om de stream te kijken. Op, Ja, ik ook. Ik word gebeld bijna door mijn ouders. Dus, ik ga er vandoor. Yo. En games en Rogier. Dank je. En stream, veel plezier. Knie de voordeur, hè? Gewoon dicht smijten als het. Ja. Oké, oké. Nooit schreef! Bye! Doei, Tim! Laten we nog hier. Succes. Ja, dank je. Verwacht niet te veel gepraat, jongens.
gaan steeds sneller. Oh, oké. Okay. Laatste stukje. Steeds. Oké, okay, that's it. Ik ga er weer vandoor. Ja, ik ga eten. Heel blij dat jullie allemaal zijn gebleven. En me determination hebben gegeven om door te blijven gaan, maar... later plannen we wel weer wat nieuws om dit af te maken, of Tin Loot alleen. We doen het weer in een stream. Voor 6 uur dezelfde fight. Hoi allemaal, welkom bij de livestream. Hallo! We gaan met jullie. Met Rogier gaat het slecht, want hij heeft 2 uur lopen huilen nog naar die livestream. Ja. Hoe erg was het? Nou, ik had waarschijnlijk nog wel door kunnen gaan blijven gaan als ik heel veel te eten had. Ik had... want ik had mijn eten meegekregen. Maar als ik niet... En ik had mijn ouders laten weten of mijn vader laten weten, hey, we moeten... Eten. Nou, hou je wat eten voor me over. En was het lekker, je eten? Ja, dat was heel lekker. Ik was wel helemaal uitgestorven. Ja. En dan voet. Ik moet nog helemaal naar huis fietsen. Mm-hmm. Wat maar 5 minuutjes is hoor, maar... Maar, we hebben geleerd. En nu hebben we eerst gegeten. Ja! Dus we kunnen tot 10 uur door. Ja, waarschijnlijk wel. Totdat mijn zusje naar boven komt en zegt van... Tim, hou je bek, ik wil slapen. Ja. Want het is door de week. En mensen dan blijven gewoon, morgen. Net zoals vorige keer, gewoon helemaal stil. En dan ga ik zand als dit even berichten. Dan sta ik hier gewoon op de achtergrond. Kom, maar hopelijk duurt het niet zo lang. We gaan ervan uit. Jij zei 10 minuten tegen mij. Ja, makkelijk. Zo. Ja, serieus. Makkelijk. Makkelijk. Oké. Okay. Ja? Nee. Nee, echt niet. Oh, oké. Okay. Nou ja. Let's do it, mate. Ik probeer niks epics te zeggen of zo. Van, oh, wat als dit de laatste wordt en dit wordt de highlight van alles. Dat probeer ik te doen. Ik heb het ook door. Ik heb het door. Dat doe ik inderdaad. Oh, zo fucking close. Ja. Wat gebeurde er? Je ging erin. Ja, het is echt heel moeilijk. Het is echt heel veel moeilijker dan het lijkt, die laatste. Ja, dat blijkt. Oh, dat was zo fucking goed, man. Wat gebeurt er? Is 1 gaat niet onder 1? Is... Hij geeft op. Je hebt hem. Volgens mij heb je hem. Is... Zover ben je nog nooit gekomen. Hij is moe. Ik probeer dingen te doen. Hij kan nog bewegen. Okay. Zijn stem. Doe zijn stem. Alright. That's it. Oh, hou je bek! Is er nog één? Time for my special attack. Mag je niet nog eten? Fuck. Oké, wacht. Waarschijnlijk nog wel. Ik heb nog noodles over. Ja. Ik heb alleen de pij gebruikt. I know. Ik weet dat je nog noodles hebt. Maar nu komt de special attack. Go. Are you ready? Here goes nothing. Zo'n special attack is hij gewoon vast. Huh? Yep. That's right. It's literally nothing. Wat? And there's not gonna be anything either. You get it? Bitch! I know I can't beat you. One of your turns, you're gonna kill me. So... I've decided that is not gonna be your turn ever. I'm just gonna keep having my turn until you give up.
Even if that means we have to stand here to the end of time. Wow. Capiche? Kijk naar zijn ogen. Ja. Alleen naar... Beweeg eens, Nick. You get bored here. You haven't gotten bored already, I mean. And then, you finally quit. Alleen als ik naar... Nou ja, als ik die wand probeer te raken, dan teleport je me terug. Andere, probeer ze de andere wand te raken? Dus is allemaal goed? I know your type. You're very determined, aren't you? Yep, we are. Eindelijk. You never give up. Even if there's absolutely no benefit. And persevering? Persevering whatsoever. If I can't make that clear to you... no matter what, you keep on trying. Not out of any desire for good or evil, but just because you think you can. Because you can. Because you have to. Oh, just because you can, you have to. Nou, blijf maar naar links poken, I guess. Kling, 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 jingle bell. Wat is er met... Ik begin te denken dat hij niet uit dat oog kan kijken en dat hij me wil... In zijn oog wil houden. Dat hij me in zicht wil houden. Dus dat hij daar niet kan zien. Oh, oké. Okay. Dat begin ik te... Ik weet niet. Blijf, ik weet niet wat er is met dat oog. Probeer dan eens heel erg links te blijven staan. Now you reach the end. But now you've reached the end. There's nothing left for you. So, in my personal opinion, the most determined thing you can do here is to completely give up. That's not how it works. And literally do anything else. Well? Wat is er met zijn oog, joh? Kunnen we nog naar het fight knopje komen misschien? Van mijn muis zo in beeld van... Fight. Fight, klik. Oh, dat zou wel een coole zijn. Dat zou heel cool. Goed gedacht. Ja, maar nee, werkt niet. Zo, fuck you, we hebben ook nog een muis. Nieuw gameplay, nieuw gameplay. Hij gaapte wel, dus zullen we gewoon niks doen. Dat hij moe wordt. Ja, sure. Maar er zit dan wel iets meer... links, waar je niet kan zien. Oh ja. Ja, net op dat randje. Zo. Je ziet ons niet. Dat was pretty epic. Hij, zijn ogen veranderen. Zijn ogen veranderen, serieus? Ja. Blijf kijken. Zie je? Oh ja, zijn ogen gaan langzaam dicht. En wat als ik beweeg, verpest ik het dan? Dat soort dingen wil ik dan uitproberen. Ik bedoel, we hebben de tijd. Oh, zijn ogen zijn... Sniep! Hij is in slaap. Waarom doet hij dit? Voor een useless special attack is dit dan. Kan ik nu wel hier naartoe? Wow. Oh, je kunt de hele box bewegen. Oké, go. Hij heeft niks door. Beweeg de box meer. Die kant ja, maar... Toe. Naar links. Je moet naar de fight knop. Oh ja, tuurlijk. De, je wil hem vermoorden. Hij slaapt nu. Je bent echt als een moordenaar te denken, Tim. Nou, meer naar links. Probeer uit beeld te komen misschien. Ja, oké. Okay. Kun je niet meer naar links? Kun je naar onder? Ja. Oh, je kunt naar onder. Oh, that's messed up. Dit is je moment, okay. Jongen. Je gaat hem vermoorden. Wat als het mist? Dan ga ik echt een beetje huilen van binnen. Nee, je kunt het. Oké. Okay. Ah, oh, fucking! Did you really think you would be able? We got him! We got him! Yes? Oh, hij bloedt ook. Zie je, hij is de enige die echt rood heeft van binnen. De andere monsters hadden... Had Toriel dat niet? Nee. Die hadden gewoon een empty slash met niks erin. Oké. Okay. Hij is de enige die echt bloedt ook. So. Guess that's it, huh? Just. Don't say I didn't warn you. Loopt hij nou gewoon weg? Dit is wel echt iets voor hem. Well, I'm going to Grilby's. Ah, oh, zo typisch. Hij leeft nog gewoon.
Hij is immortal of zo, voor een of andere reden. Hij kreeg echt 9999999999. Papyrus, do you want anything? Papyrus is dead. We hebben hem vermoord. Ja. Hoe kan. Nee, maar waarom zegt hij dat? Druk volgende. Ik wil weten wat hij nog meer zegt. Wow, level 20. Papyrus is dood. Waarom zegt hij dat? Omdat hij zelf ook dood is. Dan ziet Papyrus de geest voor zich. Dat zou heel mes. Of hij heeft het gewoon in spirit tegen hem. Want het enige waar hij het hele spel zo'n beetje om heeft gegeven is Papyrus. Zelfs als hij dood is, dan maakt hem geen zak uit. Nee. En in het begin is hij al van, hey, my brother's been a bit down lately. It would make him really happy if you help me. Keyboard if is niet voor mij. If he would see a human. Toch? Dus dan is het al, Papyrus het enige waar hij aan denkt en de enige die probeert te helpen. Voor de rest, hij boeit niet om zijn werk, boeit echt nergens om, zelfs als hij dood is niet. Nee, precies. Nou jongen, ik neem het keyboard over. En het laatste ding wat hij zegt is, Papyrus, kan ik iets van Grubbies voor je halen? Oh mijn god, ik... Dit is zo sad. Ik heb hier wel fucking veel zin in. Even... Oh, waar zijn we? We zijn door de deur gegaan. Oké. Okay. Even... We doen het even opnieuw, oké? Okay, okay. Nee, ga door. Okay. Iedereen in de chat is van, fuck you, Tim! Dit is het moment waar we hard voor gewerkt hebben. Wat staat er op? Ja. Turn room. Niks veranderd. En daar beneden? Ja, ik ben heel benieuwd wat er nu beneden zit. Want eerst was het... Dat eerst die coffin, daar stond nog Timmy op. Mm-hmm. En wij zijn Timmy niet. Dus Timmy was de eerste human. Dus de eerste coffin is niet klaargezet voor jou. Nee, maar... Wat? Oké, wacht. Huh? Dat is nog steeds verwarrend. Ja. It's a comfortable as it looks. Meer in rood? Oké. Okay. Ja. Dus dat is het enige wat eraan veranderd is. Ja, dus eerst stond it's er... It's meant for Timmy. It's a coffin. There's a name engraved on it. Timmy. Maar... And it's empty. And it's empty, toch? Ja. En nu staat er, it says comfortable as it looks. Ja. Dus, ja, Timmy. Die heeft het over zijn eigen kistje, denk ik. Ja. Dat dus, hij daar nog in leeft. Zoals de chat gespoild heeft dat die rode tekst Timmy is. Ja, dat wat waar waarschijnlijk nu achter gaan komen dat het zo is. Wat echt, ja. Dan weet ik helemaal zeker dat we daar nu achter gaan komen dat, oh, de rode tekst was Timmy. Oké, dit ziet er hetzelfde uit. Als Escort nu ook nog heel gevecht is, ga ik echt huilen. Nou, ik zit er goed. Of zou ik bij jou gaan zitten? Nou. Curious. I've never seen a plant cry before. You must be the one that Flower just warned me about. Howdy. I'm Flowey. What kind of monster are you? Sorry, I cannot tell. Well, we can always... Now. Oh, ik vecht dan. Ik vecht niet eens. Ik druk niet eens, hè? Ik doe niks. Ja. Dit start automatisch. There's no need to fight. Why not settle this over a nice cup of tea? Well, I didn't do that. En dat is nog meer damage. Dus hij wordt steeds sterker. Dat zien we ook. Why you? Dat is Flowey. Well, he's gone. Kijk, zo moet je bosbattles doen, Rogier. Ja. Even 9999. Wow, en nog even de crush van... See? I never betrayed you. It was all a trick. I was waiting to kill him for you. After all, it's me, your best friend. I'm helpful. Mijn god, dit gaat snel. I can help. I can... We're going to kill him. I can... Please, don't kill me. Je kunt ook overdrijven. Ja. En nu wordt het interessant. Wat? Ik kan hem niet bewegen. Mag ik de stem doen? Ga je gang. Greetings! Nee. Hij is wel super happy, dus... Doe maar gewoon greetings. I am Timmy. Mijn stem. Oh, die muziek. Thank you. Your power awakened me
from death. My human soul. My determination. They were not mine, but yours. At first, I was so confused. Waarom zeg je waberig? Omdat het zo uitgespeld wordt. Our plan had failed, hadn't it? Why was I brought back to life? You. With your guidance. I realized the purpose of my reincarnation. Power. Together. We eradicate the enemy. And became strong. HP, attack, defense, gold, XP, level. Every time a number increases, that feeling. That's me. Dus hij is onze stats. Nou, hij is that feeling. Dus, ik weet niet. Now. Mm-hmm. Now. We have reached the absolute. There is nothing left for us here. Let us erase this pointless world and move on to the next. Oh. Erase, do not. Oh, dit is interessant. Dus we kunnen nu kiezen... Maar genocide is iets anders, hè? We hebben iedereen vermoord. Ja. Yeah. Maar dit is een keuze, vernietig alles of vernietig niet alles. Nou, oké. Okay. Dus... Ik heb het gevoel dat dit een belangrijke keuze is, nu al. Ja. Een gigantisch belangrijke. Dus we gaan niet zomaar op chat drukken. Nee, okay? dat weet ik. Dat... En we gaan ook niet de chat lezen, want ik verwacht 100 spoilers. Oké. Okay. Dus, wat ik zeg... Gewoon op onze manier het uitzoeken. Wat ik zou zeggen... dit is nu ons... Wij zijn nog steeds... Ik voel dat wij nog steeds Frisk zijn. Ja. Wij zijn de main character. Klopt. En op een of andere manier waren wij possessed. En omdat wij een hele hoop dingen hebben gekilled. Hebben we onze evil soul. Die in ons zat. Ontwaakt. Die nu dus heel sterk is. En dus net Asgore en zonder onze toestemming. En... Zonder onze toestemming. Want jij deed helemaal niks. Ik deed geen zak. Dit is nu onze... het nieuwe character dat tegenover ons staat. Onze evil soul. Ja. En... Als we dingen willen doen, zoals we dat zo blijven doen, dan zou ik zeggen, do not. Maar als we deze verwijderen, dan kunnen we naar de volgende. Ja, maar... En dan vernietigen we alles weer. Dat wil dit character. Dat wil Timmy. Ja. Die wil dat. Snap ik. Ik ben Timmy. Ja, dus wij zeggen nee. Waarom zeggen we nee? Omdat Timmy wil dat we wel doen. Gewoon omdat hij het wel wil, doen we het niet? Ja, want het is de hele... Oké, okay, Sans. Ja. Als laatste stukje. Zei hij... you just keep going just because you can. And you do different things because you can. Because it's an option. En het hele gedoe van de genocide run is... Je had wel echt lekker Toriel's advice kunnen volgen. En iedereen levend kunnen houden. Vriendjes worden met iedereen. Maar het was een optie om het niet te doen. Ja. Het was de verkeerde optie om het niet te doen. Maar we doen het toch, omdat het een optie is. En als we alles verwijderen, hebben we geen opties. Dat is de genocide run. Dat snap ik. Dus, nu we een keuze... Het lijkt me nu we een keuze hebben... Iets doen wat dit character wil. Of het tegenovergestelde. Dat we het tegenovergestelde doen. Want dat doen we al de hele tijd. En we want we fucken gewoon met het spel. Weet je, het spel wil dat we dit gaan doen... Maar dat doen we juist niet. We killen iedereen. Maar, ja, ik weet niet wat jij vindt. Ik heb nu mijn pitch gedaan. Nou, mijn pitch is meer van... I wanna know where it goes. Snap je? Als we de wereld erasen... Waar gaan we dan naartoe? Is dan alles weg? Zijn we alleen nog met Timmy? Ja, hij zegt wel naar een nieuwe, maar waarom zou je niet liegen? Ja, dat is waar. Snap je? Ik denk ook dat Donald de keuze is hier. Daar ben ik het mee eens. Maar ik ben gewoon meer ook benieuwd van waar Race ons naartoe brengt. Ja. Waarom wil hij... Waarom hebben we opeens die mogelijkheid om een hele wereld te verwijderen? Die hadden we hiervoor niet. En waarom vraagt hij het aan ons? En waarom heeft hij onze toestemming nodig? Als hij toch mensen zonder ons vermoordt. Dat is ook wel leuk, want wij hebben kennelijk die kracht om dat te doen. Anders doet hij het zelf wel. Anders doet hij het dus zelf. Dus daarom doen we het lekker niet.
Dat is wel een, ja. Do not? Ja. No? How curious. You must have misunderstood. There you go. He's like, fuck you, I'm gonna do it anyway. Since when were you the one in control? See ya? Since the beginning. Since the beginning? Oh! Oh. Ons beeld beweegt. Hij beweegt even. Ik weet niet of mensen dat zagen, maar het beeld bewoog heen en weer. En nu is het afgesloten. Het spel is gewoon uit. He killed us. Je zag zo'n... Ja, ik snap, hij heeft ons spel vernietigd. Wil je weer proberen op te starten? Ja. Duh. Fuck yeah. Undertale. Maar de muziek is meteen eng. Woo, pal! Steam, dankjewel. Steam, flikker net op. Niemand mag je. Wel alleen maar leegte. Start op en wacht. 5 minuten wachten, zet jij een timer aan? Ik ga een timer aanzetten. Dat zou toch een heel fucked up einde zijn, als dat gewoon het einde is. Sowieso denk ik dat beide opties hetzelfde had gedaan. Ik weet niet. Nou ja, nu laten we zien van, hey, dit character wil duidelijk niet met ons meewerken. En net zoals hij ook bij Flowey deed, hij vernietigt alles op zijn pad. Ja. En dat hebben we nu gezien. Daar gingen we vanuit dat dat ging gebeuren en het gebeurde. Ik ging ervan uit dat hij ons ging vermoorden. Like, obviously. Ja, oké. Achteraf, inderdaad. Like, obviously. Like, nou, ik had niet door dat hij het kon. Omdat hij misschien alsnog een... Ja, hij zei wel, I'm reincarnated en zo, dus... Ja. Dat is wel waar. Hij zei dat hij levend was, we zagen hem in een echte beeld. Hij was niet meer ons dingetje dat... Laat me zeggen, snap je? Mm-hmm. Ik ging ervan uit dat hij dat wel kon. Sinds hij zo fucking sterk was. Als we een gevecht tegen hem zouden moeten doen... Dan zouden we ook verliezen. Maar ik meteen. Oh, probably. Daarom ging ik ervan uit dat er ook geen gevecht zou komen tussen die twee. Ja. Omdat... Like, seriously, die gozer doet 9999999 damage. Dat betekent dat je letterlijk nooit geraakt mag worden door hem. Right? Ja. Yeah. Ja. Ik zit nog een beetje ermee hoe... Ik dacht nu komen te weten hoe hij in ons is gekomen ofzo. Jij had meer plot points verwacht. Ja, nou, één ding is in ieder geval zeker, wat hij wel geconfirmed heeft, is dat hij ons hele avontuur zo'n beetje in ons zat. Dat en was... sterker werd omdat wij dingen doden. Ja. Zo ook al vanaf begin, laat maar zeggen. Snap je? Ja. Dus ook in onze pacifist run zat hij al in ons, maar omdat we niemand vermoord hebben, is hij nooit gegroeid. Precies. Daar kunnen we van uitgaan. Dus toen we gevallen zijn, zat hij al in ons. Of het gebeurt dus tijdens de val... tijdens dat we in slaap lagen, bewusteloos, of voordat het gebeurde? Oké. Dat is interessant. Toriel heeft... Toriel heeft het lichaam van Timmy. Dat hadden we toch al in de... Hoe heet het? Zaterdag hadden we het erover. Dat Toriel Timmy zijn lichaam mee had genomen... toen ze wegging van Escor om te begraven. To give him a proper burial. Oh ja, onder de bloemen! En Toriel ging naar de ruins toen ze wegging van Asgore. Ja. Dus wat als het inderdaad bij die bloemen is. Dus op het moment dat we gevallen zijn... En bewusteloos waren. Oh, net zoals met de bloem is gebeurd. Net zoals met de... Met Flowey is gebeurd, maar dan zijn wij het object dat... Maar wij zijn niet levenloos, een bloem is levenloos. Maar het kan nog steeds dat het op diezelfde manier gebeurd is. Dat Flowey op die manier bezeten is. De bloem, laat maar zeggen, bezeten is. En dat wij ook een object waren voor die... Die sterke ziel Timmy. Ja. Want dat wij onze eigen determination hebben, onze eigen wil. Ja. Dat hij en die gebruikte hij om daarna sterker te worden. Ja. Zo'n beetje. Dat zou kunnen. Dat klinkt best logisch ook. Ja. We wachten mensen. Er gebeurt nog wat. Don't worry. Er staat voor een reden geluid aan nu. Duurt lang. 3 minuten wachten we. Mensen zeggen duurt lang. Kom op zeg.
Je moet een beetje geduld hebben voor dit. Dit is onze tijd om te speculeren. Dit is onze tijd eindelijk om inderdaad erover te kletsen. Want tijdens Sans gevecht was jij gewoon... Ik ben al steeds zo blij dat ik hem gehaald heb. Jeez, ik heb er weinig tijd voor gehad om er blij over te zijn. Maar ik ben wel... Ja. Maar ik vind ook dat... Het snellere drukken werkte. Ja, goed. Ja. Nou, wat ik dus eerst deed is meer ingedrukt houden om door te gaan. Oh, klik, 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 klik. Oh, nee, gewoon klik, 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 klik. Maar wat ik nu inderdaad deed is gewoon echt klik, klik, klik. En dan net een heel klein puntje in de direction die nodig was. Ja. En dan dus gewoon nog een keer klikken, nog een keer klikken, nog een keer klikken. Ja. Dan kan je veel beter. Dat is goed. Ja. Maar ik ben wel benieuwd om het op het filmpje terug te zien hoe close het was. Want volgens mij stond ik op 1 helft. Je stond op heel weinig helft. Maar ik vind het zo jammer dat... ja, ik vind het prima hoor. Maar het gevecht eindigde niet met een climax. Qua gameplay wel met een climax. Maar toen was de special attack gewoon in niks zitten. Snap je? Ja. Dus er was nog geen... Voor ons ook geen moment om... Unsatisfied te voelen. Laat maar zeggen ze van... Yes, we did it. Het was gewoon van die gozer valt in slaap. Ja. Voor onze neus. En dat was van... Fucking kidding. En als je hem dan eindelijk killt, dan is het terwijl hij slaapt. En dan loopt hij gewoon maar zomaar een beetje weg en dan leeft hij nog. Yeah, so fuck. Nee, dat is te zielig. Van, yes, hij is dood. Nee, het is niet heel erg satisfying, het gevecht. No, well, maar niemand heeft ook gezegd dat genocide leuk zou zijn. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik vind het tot nu toe geweldig om werk te zijn. Ja. Tot met Sans was het heel leuk. Tot met Sans was het erg leuk. En nu moeten we nog 3 seconden wachten. En dan komt er iets. Vijf minuten zijn we nu bezig. Met wachten. Misschien iets langer. Want ik duurde eventjes voordat ik hem aan had. Waarschijnlijk 30 seconden meer. Oké. Langer dan 5 minuten wachten. De telefoontjes duurden 5 minuten. Tenminste, van het hondje. Als die consistentie heeft in hoe lang je moet wachten voor die het begin, waar dus... Toriel zei van wacht op mij. Ja, ik begin hem, ja inderdaad, zonder context begin ik erover. Ja. Maar dus als je inderdaad wacht op Toriel, dan duurt elke 5 minuten heb je krijgt een telefoontje. Tim, ik was degene die je vertelde om genocide te doen. Nee. Nee. Dat was deze gozer hier, die naast me zit. Dat zei hij al vanaf het begin. Maar misschien was jij wel de eerste die commentte. Nou, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ik hoorde net trouwens een ander geluidje. Of ik word gek. Oh, zoiets. Je bent gek. Yep. Nee, dat. Ik wil gewoon wat horen. Hoorde je dat? Wat was het? Zal ik op set drukken? Nee. Niet? Je verpest het. Ja, doe maar. Nee, niks. Ik zei... Het is wel relaxed. Lekker windje. Nee, het is... Hoe is dit relaxed? Het is een windje, toch? Gewoon op het strand. Windje. Beetje koud windje waarschijnlijk. Ja. Het is donker. Ligt ijs. Worden kindjes in de straat tegenover je vermoord? Komen we nu nog bij de service? Welke service? We moeten toch door de barrier heen? Ik denk dat we dood zijn gegaan voor de barrier. Oh ja. Oh, maar trouwens! Maar we hebben de termination, nee, we kunnen nu dood. Nee. Wat er gebeurd is net, is niet Frisk is vermoord. Wij als speler zijn vermoord. Want je hebt ook vaak dat ze de fourth wall breken en zeggen dat we met z'n tweeën zijn. En jij zegt dat ze dat op die manier zeggen, maar ik heb wel het gevoel vaker dat ze daar ook naar hinten dat Frisk, dat wij ook nog een rol daarin hadden. Ik zeg, wij zijn Frisk. Wij zijn Frisk, wel. En die keer dat hij zei van, I bet someone like that is watching right now, dat hij herkent dat jij streaming software aan hebt staan. Dat kan namelijk. Hij heeft door dat we OBS... Ik denk dat hij weet of je Fraps, OBS, XSplit of zo aan hebt en dat hij dan dialogue verandert. Dat is fucking cool. Want ik heb hem nog eens teruggekeken. En hij hint er zo erg, het kan haast niet, dat hij de speler bedoelt. Want hij heeft het over meerdere mensen die aan het kijken zijn. Oké. The all those people who are watching. En dan zegt hij, I bet someone like that is watching right now. En dan wil hij die ene die nu achter zijn schermen zit, die naar ons kijkt, wil je eruit halen. Ah, denk dat ik. Is de stream. De ik denk die... echt dat hij opnamesoftware herkent. Ik, ja. Ik probeer op enter te drukken. Niks. Escape? Nee. Had hij 4? Niet escape, dan stop je het spel. Oh ja.
Nee, toch? Ja, wel. Dan quit het spel. Oké. Okay. Ga niet quitten. Nee. We are determined. We zijn 8 minuten en 15 seconden bezig. Iemand anders zei 10 minuten. Dus ik denk, ja, het volgende benchmark zou zijn 10 minuten. Dus ik denk over 10 seconden of zo. Timmy, je bent Frisk niet. Je bent Chara als iedereen vermoord. Nee, dat is niet waar. Want nee. Chara heeft ons net vermoord. En ik neem aan dat Chara, nu we alles weten. Chara is Timmy. Dat Chara Timmy is. En dat Chara gewoon, dat iedereen dezelfde Game Theory episode heeft gekeken. Ja, denk waarin ik wel. Ze hebben besloten dat het character dat je benoemt Chara de common naam is ervan. Ja, dat is duidelijk. Dat is een beetje verwarrend in het begin, maar nu niet. Ja. Laten we zien aan de cam, als het kan. Vindt hij dat leuk? Ja. 9 minuten nu. 9 minuten. Kan ik hem zo hier neerzetten? Nee. We zijn al 9 minuten aan het kletsen. Ja. Maar ik denk dat wij Frisk zijn. Oké. Okay. Dat ze geen onderscheid daar maken. Daar sluit ik me bij aan. Tussen de speler en... Interesting. Oeh! Dialoog! Finally. Interesting. You want to go back? Ja! Hell yeah. You want to go back to the world. You destroyed. You destroyed. It was you who pushed everything to its edge. It was you who led the world to its destruction. But you cannot accept it. Jawel. Maar je eindigde ons en wij eindigden jou niet. Dat is waarom we terug zijn. We can't, that's why. That's why. You think you are above consequences? Ja, echt wel. Yes, exactly. En in nog 10 minuten wachten. Oh, perhaps. We can reach a compromise. You still have something I want. What is that? Give it to me. And I will bring this world back. Wat wil die hebben? Een human soul waarschijnlijk. Gewoon. Nee, waarom nou? Hij wil iets? Ja. Wat wij nog hebben? Ja. Dat is onze enige leverage nog. En hij zegt, ik geef je terug wat je wil. Dit is classic bad guy, man. Van, dit is wat er gaat gebeuren en dan hou ik maar aan mijn deal, toch? En dan geef je het op, bijvoorbeeld je wapen, en dan steekt hij je neer. Of dan schiet hij je neer. Dit is classic bad guy. Hij gaat niet fucking ons geven wat we willen. Mm-hmm. Als we hem geven wat hij wil, dan zijn wij ten eerste dat ene ding kwijt dat hij wil. Goed punt. En ten tweede zijn we waarschijnlijk fucked anyway. En het gaat weer tegen zijn keuze in, dus... No? No. Then stay here for all eternity. Nee, kom op. Ik had yes moeten zeggen. Ik zet weer een timer aan. Echt? Shut up. Hele chat flipt hem dood verkeerd. Wrong choice, another 10 minutes. Wat? Hoe kunnen we dit... Kom op zeg, we gaan... Dit was serieus het goede. Dit was de goede keuze. Echt. Maar dit is zo bullshit hè, chat. Dat jullie nu deze crap richting ons gooien. Like, dit is zo'n bullshit, jongens. Jullie weten dat wij tijdens belangrijke keuzes niet naar de chat kijken. Ja. Want we weten dat fucking gespoiled wordt wat er gebeurt of wat het beste antwoord is. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je ons ziet falen. En in dit geval is het een erg vervelende faal. We kunnen weer 10 minuten lullen. We kunnen weer 10 minuten lullen, inderdaad. Maar like, je kunt ons geen crap geven voor dit. Kom op, zeg. Wc-bezoekjes. Nou, wc-bezoekjes. Ik pak wat drinken. Die glas staat er nog. Is hij kapot? Hij was zo... Dat ik wat. Oh. Zat er altijd al een scheur in? Ja. Je water zit er nog in. Van zondag. Wauw.
I'm gonna play smart. Skip it then. Dat bestaat niet in dit spel. Ik vul even mijn water terwijl we hier nog een beetje nadenken over wat we gedaan hebben. Ja. Dus wat wil je hebben is de vraag. Een human soul. Is dat alles? Ben ik zeker. Ben ik echt, echt 100% zeker. Of een body. Hij heeft een body. Laat maar. Heeft hij een body? Ja, maar hij zegt... Wat we net zagen hoeft geen body te zijn. Hij zat toch in ons? Hij kan toch gewoon een beeld voor maar ons zegt, creëren? Ah ja, dat is waar. Maar hij zegt wel, I'm reincarnated. En dat betekent wel dat je weer leven bent. Weer in iets zit, ja. Dus het lijkt me dat hij een soul wil. Want human soul is wat de Termination zo heeft. En dat is het enige waarom die in ons zat, zei hij. Van, I used your return determination en zo. Ja, oké. I used your soul and your determination. Oké. Het enige is, ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als hij onze soul heeft. Is Chara dus weer helemaal terug? Timmy. In ons geval. In ons geval, ja. Dus is Timmy weer helemaal terug en is hij weer een super, super erge moordenaar of wat dan ook? Hoe het dan verder gaat. Like, serieus, het slaat toch... Oké, dus duidelijk. Want hij heeft nu wel echt controle over ons, want als wij verder willen, als we willen progressen, dan moeten we ons rol geven. En anders dan moeten we gewoon nu zeggen, dit is het einde. Klaar. Want dan kunnen we zeggen no, maar puur omdat we nu wachten, zeggen we willen verder. Ja, maar... Ik denk ook dat je het zo moet... Ja, ik... De vraag is, heeft hij ook determination? Is dan de volgende vraag. Denk het niet. Maar waarom kunnen wij dan niet nee blijven zeggen, totdat hij uiteindelijk opgeeft? Snap je? Geen enkel character heeft determination. We zien elke keer dat als we het uithalen... Dan moet je telkens 10 minuten wachten. Ja, maar... Nee, ik snap dat we dat niet gaan doen. Ja, maar of het... Maar ja. Dat is wel interessant om over na te denken. Waarom kan hij dan op ons forceren? Want geen enkel van de characters heeft determination op die manier. Nee, inderdaad. Hij heeft ook blijkbaar iets van determination om te zeggen van... Hey, fuck you guys, ga maar 10 minuten zitten. Als je ja zegt, mag je door. Ik weet niet of dat... Determination is dat je kan saven. En dat is niet wat hij aan het doen is. Nee. Hij fucking vermoordt ons spel. Nee, precies. Sluit het af. En laat ons 10 minuten wachten totdat hij ons een keuze geeft waarin we hem iets geven. Hij heeft duidelijk controle of in de een of andere vorm, hoor. Ik weet niet of dat met Determination te maken heeft. Want het enige wat Determination, tenminste van het... We kunnen wel speculeren over wat Determination allemaal kan. Ja. Maar het enige feit die je uit het spel krijgt, is dat je een save point kan maken waar Flowey het over heeft. En dat souls kunnen persisten nadat ze dood zijn. Maar Flowey weet ook niet alles, want hij is bang als fuck voor Chara, voor Timmy. Ja. Deze Chara weet duidelijk iets wat Flowey niet weet. Maar Flowey is wel... Ja, oké. Okay. Flowey got wrecked, by the way. I know. Like, fuck. He was the bad guy. You know that, right? And he was a damn good one. And this guy comes around and kills fucking Flowey. Maar Flowey was alleen maar zo sterk omdat hij 6 human souls had. Klopt. Maar dat was wat nu ook wel wat meer sens maakt. Want zijn souls die waren ook ineens van... Hey, screw you. We gaan hier weg. Die obeden me ineens niet meer. En datzelfde is nu met ons gebeurd. Met Timmy. Wat? Nou, Timmy is geen human soul eigenlijk. Nee. Nee, laat maar. Heeft er niks mee te maken. Nee, ik dacht dat ik een mooi ding had. Maar... Ja, het zou mooi geweest zijn. Ik dacht... Met ons is het een beetje hetzelfde gebeurd als Flowey toen. Dus Flowey absorbeerde die 6 human souls. En daarna waren die souls een beetje van... Hey, screw you, we gaan voor deze andere werken. En toen verlaten ze hem. Maar we hebben nooit de souls gezien of aangeraakt, hè? Laten we dat ook even zeggen. Normaal in Pacifist zie je zielen, die 6 zielen in de potjes. Yeah. En nu is het gewoon... You're fucked, you're dead. En... We hebben de barrier niet eens gezien. Ik denk wat er gebeurd is... Dat Flowey... Niet Flowey, yeah. Dat die Timmy... Nadat hij ons vermoord heeft, alle zielen heeft opgepakt. En daarom nu zoveel kracht heeft. Dat zou logisch zijn. Dat Timmy... Oh, zo. En zo heeft... Nee, maar Timmy... Oké. Nee, ik denk... Dat Timmy kon alleen maar zijn waar wij waren. Oké. Ik heb nu ineens een theorie gekregen. Ja, doe je ding. We hebben nog... Maar dat echt hele erge speculatie is dit.
Kun jij de timer nog? Hoe lang hebben we nog om te lullen? Vier minuten. Hele erg speculatie is dit. Ja? Ik ga ervan uit dat dat Timmy's ziel in twee is gesplitst. Oké, ga verder. Want Asriel heeft zijn ziel, heeft Timmy's ziel in hem opgenomen. Is daarmee door de bergen gegaan. Is naar het stadje geweest, daardoor heel erg verzwakt. Is daarin teruggegaan. Was heel erg zwak en hij ging dood in de garden. Ja. Waar zijn as overal verspreid is. Ja. Een stukje van Timmy's ziel is daarover gebleven. Alleen een stukje. Iets, ik weet niet. Omdat Asriel had Timmy's ziel opgenomen in hem. Ja. Dus een stukje van de ziel ging mee in dat as. Ja. Ja? Een stukje is terug naar Char gegaan, naar Timmy gegaan. Ja. Thorion nam Timmy mee naar naar het begin. Ons of Timmy? Timmy. Nam Timmy mee naar het begin. Ja. Begroef hem daar in het Flower Patch. Bij Viele. Timmy die denkt, hey, zwakke human, bezes ik. Ging in ons zitten, gebruikte onze human soul in determination. Wij killen mensen, hij wordt sterker. Ja. Daarvoor is Flowey dus ontstaan. Uit het as van de combinatie van Asriel en Timmy. Ja. Weet je waar je naartoe gaat? Nee, nog niet. Wij maken Timmy steeds sterker in ons. Dat kleine stukje dat in ons zit. Wij killen Asgore. Flowey killt Asgore daarna. Wij killen Flowey. Flowey gaat dood. Zijn soul wordt gereleased. Het sterke soul bij ons wordt ook gecombineerd met het stukje dat nog in Flowey zat. Ja. En, want direct nadat Flowey dood was, zagen we Timmy. Direct. Klopt. Ja, goed punt. Ja, dat zou heel zonde kunnen zijn. Maar het komt wel met een hele hoop dingen. Van dat de soul in twee wordt gesplitst en dat soort dingen. Ik weet niet of... Het is wel far-fetched. Ja. Want we hebben er geen enkele hint over gehad dat zielen gesplitst kunnen worden. Nee, echt niks hebben we dat erover. Maar het zou kunnen. Het is een theorie. In theorie zou het kunnen. Uh-huh. Maar ik denk dan ook van ja... Het is inderdaad net te far-fetched. Want ik denk dat Flowey toch een ding op zichzelf nog is. Ja, want Flowey had... Nou, Flowey was ook een beetje moordluchtig. Ik weet niet of dat ook een door... Nee, want dat kwam omdat hij al zo lang alleen was. Dat klopt, ja. En hij elke mogelijkheid van deze wereld al geprobeerd had. Ja. En dat is wat hij eigenlijk wou, was ontsnappen nu. En daarvoor gebruikte hij ons in de... Ja, dat is misschien de theorie. Flowey heeft ook een stukje met van Timmy. En daarom, zodra we hem killen, komt Timmy tevoorschijn. Ik denk gewoon dat inderdaad Flowey genoeg power ook had en... combinatie met alle zoveel XP ons gaf, dat daarom dat dat zou hem kunnen ineens. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat dat het moet zijn, dan dat het gewoon, want inderdaad, elke keer als we levelen doen we meer damage. Ja, mail het naar Game Theory. Mail het naar Game Theory en hij maakt er een filmpje van en verdient er een paar honderdduizend euro aan en ik krijg er geen zak van te zien. Nee, man. Echt niet. Dit is mijn outlet voor... Hey, over 5 seconden. Ik weet niet of ze het zien. Hadden we moeten afsluiten en opnieuw. Dan ga ik huilen. Dan ga ik ook huilen. Dan moeten we weer 10 minuten vol lullen. 10 minuten zijn voorbij. 10 minuten zijn voorbij, jongens. Maar net was het ook meer dan 10 minuten, toch? Nee. Die precies 10 minuten? Het was 9,5. Omdat ik hem ook te laat had aangezet. Are you fucking kidding me? De 10 minuten zijn voorbij, jongens. Maar ik weet niet of we hem dan uit hadden moeten zetten. Je moet nu 20 minuten wachten. Dat geloof ik niet. Dat geloof je niet? Ik weet niet. Ik geloof het wel. Ja? Ja. Gewoon fuck you. You're making that choice after waiting 10 fucking minutes? Hier krijg je de 20, bitch. Just... See? Bitch. Fucking bitch. Wat is het dan? Moeten we hem restarten? Of zullen we wachten... Nee, ik weet niet. Zullen we googlen?
Is dat het? Googelen? Misschien. Ik bedoel, wat moeten we dan nog een keer 10 minuten wachten? We kunnen hem afsluiten. Wauw. Normaal moet je echt quitting en dan stopt hij. Ik drukte op escape en dan was uit. Oké. Dus daar kon ik niks aan doen. Nou ja, wel. Google wel, please. Jullie googlen het en zeggen ons het antwoord. Ja, doe maar. Een stroopwafel? Lekker. Ik ga een stroopwafel halen. Als er iets gebeurt, niet op Z drukken. Goed. Ik ga er vandaag dat we nog 10 minuten hebben. Oh nee, Tim, laat me niet alleen. Dan moet ik iedereen praten. Algier is erg goed in praten, zoals jullie vorige keer hebben gezien. Like, hij is erg... heeft interessante topics, interessante meningen Zal over... Zal ik Sens nog een keer doen? Wil je Sens ondertussen even doen, Jens? Ja. Tweede ervaring. Oh, wacht. We kunnen Sens niet nog een keer doen, want het spel doet kut. Oké. Entertainers. Ja, joh. Fuck je. Zing een liedje. Nee, ga ik ook niet doen. Ik heb echt geen idee hoe ik jullie bezig moet houden. Maar goed. Dan wachten we lekker gezellig met z'n allen op, Tim. Nee, ik ga geen liedje zingen. Kijk, Tim komt nu al terug. Hey Niek, je bent er! Wauw! Mensen die nu komen in de stream denken echt van, what the fuck is dit? Waarom kijken we naar een zwart scherm? Maar volgens mij kijkt Niek wel de hele tijd, maar zegt hij gewoon niks. Dus, ik heb stroopwafels gehaald. Yes. Ik heb gewoon het hele pakje gehaald, we want... zijn 1 minuut verder. Ah, oh, fuck. Stel je voor dat we gewoon ons echt dik voelen. En er 2 willen, snap je? Ik begrijp. Dan heb ik gewoon een heel pakje. En dan wordt iedereen beneden heel boos. Heb ik talenten? Heb je talenten, jongen? Gaan we serieus over onszelf praten nu voor 10 minuten nog? Nee, hè? Nou, iemand vraagt het. Ik kan de Sans fight in minder dan 300 tries. Minder dan 300? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Ah. Mm-hmm. Stroopwafel of liedje? Stroopwafel liedje. Neem maar een hapje. Niks, dus wanneer ben je er dan? Oké. Om het nog een beetje relevant te houden. Ik gooi iets om. Moeten we nog heel even ergens over praten van in de deel, denk ik. Goed. Plot point. Ja. Of plot gaten. Nou ja, we hebben de human world gezien. Ja. Interessante vraag is het onze human world of gewoon een andere verzonnen human world? Maar ja, daar krijg je ook niet echt iets voor. Daar gaat het ook niet echt om in dit spel. Het is wel interessant, maar voor de verdere rest maakt het niet uit. Dat is wel een leuke. Mount Ebot. Bestaat niet. Nee. Sans is denk ik het allerinteressantste om over te praten. Ik zat misschien ook een beetje denken, we hebben het al eerder over gehad, over waarom de human de berg is beklommen en hier beneden is gesprongen. Hebben we dat in de stream al over gehad? Ja. Volgens mij was dat ervoor. Daar hebben we het in de stream over gehad. Oh, oké. Helemaal in het begin hadden we het erover. Van, nee. Legend says that people who climb Mount Abbott never return. Maar jij zei dat Suicide Mountain was. Ja. Nou, dus mijn theorie was, als het de rumor is van mensen die hier naar boven gaan komen nooit meer terug. Waarom klimmen ze daar naar boven? Misschien om zelfmoord te plegen. Dus wat als iedereen, elke joem die daar naar beneden is gevallen, eigenlijk zelfmoord wil plegen. En verwacht dat ze dood zouden gaan, maar dan in dat ding komen met papyrus. En die allemaal puzzels moeten doen. I just wanna die. Ja, je kunt ook bedenken van misschien... En dat daarom... Sorry. Ja. Dat daarom Frisk zo mentaal zwak was dat... Timmy hem kon overnemen.
Nee. Misschien. Mentaal zwak. Ik veel. Hij is een fucking gat ingevallen. Dan ben je sowieso zwak. Mentaal maakt niet uit. Maakt niet uit. Doet er ook maar wat. Nou, dat weet ik. Ik denk dat we een beetje uitgetheorieerd zijn. We hebben een beetje alles gezien. Nu is het gewoon echt wachten op wat hier komt. Ja. Ik heb niet bepaald vragen nog aan het spel. Ik heb ook niet dingen waarvan ik denk van nou, dat moet echt opgelost worden. Ik denk dat... Nou, oké. Okay. Dus jij wou het nog over Sans hebben? Sans is heel interessant. Waarom de fuck leef je nog na dat gevecht? Ik pak heel even nog een stroopwafel. Nu ik terugdenk, dat was inderdaad wel gek dat hij bloeden had. Ja, toch? Geen enkel ander karakter. Zelfs ja. Flowey niet. Had bloed. We hebben nog geen... Laten we zeggen, als wij dadelijk die Timmy kunnen vermoorden en er bloed uit hem komt, dan zou mijn theorie richting gaan dat Sans ook humanachtig is. Of iets van human... Laat maar zeggen, als zou lichaam heel heeft. Goed kunnen. Like human body. Niet per se soul, maar human body. En dat dan een skelet is veranderd. Weet je dat ook heel goed zou kunnen? Nee. Dat ketchup is. Ketchup? Ja. Van een schrap. Het is zand. Gewoon van Grilby's, wat ketchup heeft gepakt. Hij heeft zelf een hotdog gestand, wat denk je? Dus hij heeft gewoon nep... Weet ik veel. Nep bloed. Dat zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Het is best wel solide theorie zelfs. Nog 5 minuten. Ja. 5 minuten, nou 4 minuten. 4, oké. Okay. Check de stopwatch. We zetten het even laten zien. Nog 6, 05. Ja. Ja, maar hoe die zo teleport en zo, dat is wel een beetje. Hij kan teleporten. Hij kan ons teleporten. Wat te doen met. Ja. Hij kon opeens wapen in het restaurant. En wat genoemd met zijn oog? Ik weet ook niet. Misschien zat wel gewoon zijn secret power of zo, weet ik veel. Ja, zijn oog. Ik weet niet of dat een soort telekinesis of zo was dat. Hebben die kleuren eerder gezien? Blauw? Nee. Want mijn hartje werd al blauw. Mm-mm. De ogen van. De kleur van zijn ogen. Welke kleur was dat? Geel of zo? Regenboog. Hebben die maar op één plaats meer gezien? Ja, bij. Hoe heet die? Asriel. Asriel. Was het regenboog? Volgens ja, mij niet, het, was het was 100% regenboog. Dat oog was 100% regenboog. Dus dat is ook interessant. Nou, dat de enige twee plekken in het spel zijn waar die kleuren... Ik weet niet of dat met elkaar te maken heeft, maar het is inderdaad een link. Ik zou dat wel zeggen. Als maker van zo'n spel. Als ik dingen zou maken, als ik dingen aan elkaar wil linken. Ja. Dan zou ik zorgen dat ze hetzelfde zijn of iets van elkaar gemeen hebben. Pinda's back. Wow, je ziet hem. Hoe kon je hem zien? Wie? Pinda. Hij is echt nooit je zit je. Pindaworstje. Ja. Hij spamt niet met alles vol. Maar spamde hij alles vol? Nee. Ik kan niks hoor. Nee. Tuurlijk niet. Zou Pinda nooit doen. Jawel. Dat is typisch Pinda. Ik scroll een beetje omhoog. Oh, die shit. Hij heeft echt flink lopen spel. Oké. Nog 2 minuten. Heel goed, Tim. Ik wil even mensen laten schrikken. Ik wil meer water pakken. Wil je nog zelf water? Ja. Pak maar eens. Ik hoop dat iedereen ook ondertussen gepist heeft. Ja. Zijn poepje heeft gedaan. Even alle belangrijke dingen in het leven heeft gedaan. Lijkt me zo'n fuck you of ze zo meteen nog een keer Sans krijgen. Hé, hey, je hebt hem nog een keer verslagen. Hier, doe hem nog een keer. Waarom zou die dat doen? Weet ik veel. Waarom de fuck zou die dat doen? De maker van dit spel is wel echt een asshole. Zo moeten we elke keer 10 minuten gaan wachten en dat gevecht weer flawless doen. Mhm. Elke keer als je doodgaat, moet je weer 10 minuten wachten. Ja, precies. Zou vreselijk zijn. Nog 2 minuten? Nog 1 minuut. Nog 1 minuut.
Nou, mensen lopen achter hen, dus schiemen een beetje. Dus wij krijgen alles eerder te weten dan dat zij dat te weten krijgen. Wat we kunnen doen is dadelijk als we iets ontdekken in de chat spoilen en dat zij dan nog een minuut moeten wachten. Nou, een minuut, zo erg is het lijkt niet op Twitch. Waarschijnlijk een halve minuut. 20 seconden? Nee, het is best erg. 20 seconden, denk ik. Chat, zeg appelflap als jij mij hoort zeggen over 3 seconden. Dus als ik 0 zeg, zeg je appelflap. Interesting. Appelflap. Oké. Okay. Interesting. You want to go back. You want to go back. To the world. You destroyed. It was you who pushed everything. To its edge. Kijk, appelflap. Nou, dat is 20 seconden. Zoiets, ja. It was you who led the world to its destruction. But you cannot accept it. You think you are above consequences. Moeten we hier nu nee zeggen? Zullen we hier nee zeggen, gewoon om te kijken? I guess. Then what are you looking for? Nee! Fuck op! Nee! Oh nee, hij praat nog, hij praat nog. Oh, dat was bad. Oh my god. Christ. Fucking hell game. We kunnen niet nog een keer 10 minuten wachten. We can reach a compromise. You still have something I want. Give it to me. Het is weer op nee drukken, toch? Hadden we dat niet besloten? Gewoon op nee drukken, toch? En dan nog een keer 10 minuten wachten. Mm-hmm. Gewoon door. Blijven doen. Blijven doen, totdat hij uiteindelijk opgeeft. Totdat hij uit de termination raakt. Iedereen in chat mee bezig? Mee eens? Om op nee drukken? Nee, ik luister naar chat. Geef me een kop. Geef chat een kans. Als chat nee zegt, dan gaan we allemaal nog 10 minuten wachten. Zeg yes als je het goed vindt dat we op nee drukken. Hey, ik zie jou yes. Ja? Oh, yes, yes, yes. Oké, yes. We drukken op nee. Oké, okay, bye, yes. Then it is agreed. You will give me your soul. We krijgen nog een ding. You yes. Sir, fine. Nee? Ja, maar dat was obvious. Maar, oh, als je nu nog heel op nee drukt. Moeten we weer yes doen? Oké. Okay. Even iets ertussen. Oké. Okay. Doe maar wat. Anton Wood is toch onze ding? Wat? Heeft het consequenties als we op nee... Nee, wacht. Ik denk dat hij ontrolt, eigenlijk. Ik vertrouw niemand. Iedereen loopt nog te schreeuwen van misschien 20 seconden geleden. Nieuwe vraag. Nou, maar waar? Ik durf niet! Do know. Nou, iedereen zegt nee. Like, het houdt ergens op. Eén iemand zegt yes! Wat zegt ze? Je krijgt hetzelfde doen. Maar oké, wacht. Dus, je krijgt hetzelfde, doe yes. Ik vertrouw niemand! Ik denk dat gewoon. Nee, ik denk dat allemaal trolls zijn, dus doe yes. Then it is done. Oh! Hij heeft onze ziel. Oké. Okay. Start het spel weer op. Moet je 30. Hey! Hey! Humans and monsters. Oh. Set? Oh, that's new. Instruction. Volgens mij was dat het, man. Denk het ook. Dat is gewoon voor als je nog een keer wilt. Zou nu alles anders zijn? Dat betwijfel ik.
kennelijk... Wacht, dus wat is er nu... Dus, ik neem aan dat we nu gewoon normaal Undertale weer zijn. Zonder ziel. Alles gereset is, maar dat je dan geen soul meer hebt. Dus we gaan nu even zien hoe dat loopt. Ready? Here we go. We moeten graag worden. Maar dit is het beeld van onze ziel, toch? Ja. Zullen we geraakt worden of? Ja. Of gewoon dodgen. Gewoon omdat het leuk is. True reset. Raak ze nu wel. Raak ze nu wel. En help. Een flower ken je meneer. En dat klopt. Dus er is een true reset gekomen. Je wou jezelf vermoorden voor een keer. Was al het dus. Maar, oké, wacht. Dat was het. Maar nu zijn we een soulless Louis, soulless human. Dus zou nu het einde anders zijn of zo? I don't know. Het hartje is altijd ons beeld geweest van onze ziel. En hij is niet veranderd. Maar als we nu met een grijs hartje zouden spelen, dan zouden we monster zijn geworden. Alleen aan het einde van de pacifist is er iets anders, voor de rest niet. Alleen aan het eind van pacifist... Dus we moeten nu nog een keer helemaal pacifist doen. En dan mag je me even zeggen, wat gebeurt er aan het einde van pacifist? Ik ga niet het hele spel nog een keer pacifist spelen. Ik wel. Jij wel? Denk het. Ik niet, fuck that shit. Ik ga gewoon een fangame oppakken met nieuwe storyline en gewoon nieuwe interessante shit. Ik ga niet nog een keer iedereen lief doen weer. Come on, man. Ik wel. Wil je het niet weten? Nee. Oké, dan kunnen we hem hier eindigen. Een nieuw boss fight, serieus? Oké, denk ik. Sure. Maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken, iedereen. We gaan de stream weer eindigen. Dat was Undertale. Holy shit. Awesome spel. Mm-hmm. Dankjewel voor alle tijd die jullie in ons gestoken hebben en de hulp. Het was echt geweldig. Superleuke ervaring. Bedankt voor de support voor Sans. Oh ja, dat was redelijk awesome. Niet iedereen hielp, maar voor degenen die geholpen hadden, dankjewel. En dan, ik bedoel, serieus, de helft was van wie is deze gast, waarom ben je zo slecht? Dat is het genoeg. Ja, irritant. Ik loodzakjes. Maar, ja, we gaan hem eindigen. Ja, cool. Doei! Bye!